dit zijn de kaartjes voor de leeuw voor november. Welkom allemaal, lieve mensen. Fijn dat jullie er zijn. En ik ga een Keltisch kruis leggen. Dus kijk maar mee, het is een beetje anders. Maar dit is ook wel leuk voor jullie, denk ik. Gaan we beginnen. Deze kaartjes kwamen jullie heuvel op. Dat is een tarot. Dek. En we gaan eerst het eerste kaartje even pakken. Eerste kaartje situatie. Dan gaan we kijken naar het kaartje tweede blokkade. Oké. Het recente... We zijn bij kaartje 3 en het onbewuste. Voor de leeuw van november. Onbewust. Dan gaan we naar het recente verleden. En dan krijgen we het bewuste. Kaartje 5. Bewuste. Dan krijgen we de recente toekomst. Wat we normaal eigenlijk ook doen met verleden, heden, toekomst. Hè? Dus de recente toekomst. Dan gaan we naar het kaartje wat ik betekent, dus in dit geval jij. Wat jij in deze situatie bent en kijk of het bij je resoneert. Hè? Dan krijgen we de invloed van anderen. Hoop of vrees. Het is natuurlijk fijn om een hoop te hebben dan een vrees, maar we gaan eens even kijken voor jullie. Deze. En tot slot krijgen we dan de uitkomst. Zo. Gaan we even deze kaartjes aan het wegleggen. De chariot ligt er. Dus dat is de algemene tendens over deze reading van jullie lieve leeuwen. Maar dat het wat je gaat starten, dat dat ook voorspoedig zal gaan. Of dat je succes zal hebben. Dat ligt hier sowieso. Gaan we even deze goed leggen. Zo. Dus de chariot. Nou, mooi begin. Gaan we eens even kijken. Eerste kaartje. Oh, de twee van zwaarden. Ja, en dan zit je eigenlijk met die twee, met je gevoel eigenlijk wel van, wat moet ik nou? Hè? Zal ik nou dit of zal ik nou dat? Ja, je zit eigenlijk een beetje vast in jezelf. En je weet eigenlijk niet wat je moet doen. Hè? Dat is de uitgangssituatie. En dan is die Queen of Pentacles, die ligt er gewoon. Ja, en dat is een koningin van pentagrammen. Van het geld, zeg maar, hè, van de coins. En die zit op de troon, die heeft het voorspoedig, die luistert naar de gevoel, die connect met de natuur, met de dieren. Hè? Maar daar kom je niet omdat je voelt eigenlijk nog, daar wil je heen, maar dat is er nog niet. Gaan we even kijken wat onbewust speelt. Oh, onbewust is die uitgangssituatie eigenlijk al heel goed, hè? Van jullie lieve leeuwen. Dus de uitgangssituatie is er al. Misschien voelt het niet zo door corona nou. Hè? Dat je niet alles kan doen wat je zou willen doen met je gezin. Of met je relatie. Dus let daar dan op. Maar het is eigenlijk al heel goed voor je. Onbewust. Gaan we naar het recente verleden. Oké. Nou, dat is een Knight of Swords. En die... Ook weer zwaarden, hè? Dus het, allemaal gevoel. Hij komt eraan, hè? En dit is de night en die gaat er ook voor, hè? Dus eigenlijk dat stilstaan... Ja, in het verleden wilde je ook wel voor dingen gaan, hè? Dat ligt hier dan. Maar je zit nou eventjes vast, hè? En die night, ja, die is ook krachtig en eigenlijk wat die queen ook weer is, hè? Maar dan mag je ook nog naar gevoel toe. Hè? Het is niet alleen maar de mind, maar ook het gevoel.
Want ja, dat gevoel, dat lichte eigenlijk, situatie is eigenlijk goed. Oh, en er komt ook nog de ster. Wauw. Bewust heb je het eigenlijk ook al goed. Hè? En gevoel en verstand, die worden leeggegoten. Dus eigenlijk ben je ook in balans. Alleen er is iets wat je vasthoudt, zeg maar. Zie je het misschien niet, dat de uitgangssituatie al heel goed is. Lieve leeuwen. We gaan even kijken naar de recente toekomst. Oké. Okay. Dat is ook weer bekers. We hebben hier de 10 van bekers en de 7 van bekers. En dat betekent eigenlijk ben je ook wel heel veel dingen aan het doen. En overal mee bezig. Ik zal zo nog even verduidelijken. Maar je hebt heel veel potentiële mogelijkheden ook. The Knight of Pentacles. Oh, je hebt 2 knights hier. Nou, dus dit is ook weer een Knight of Pentagrammen, hè? Dus, oké. Okay. En die Knight, ja, die gaat niet zo hard als die zwaarden. Die zwaarden, die gaan er altijd voor in de pentagrammen. Ja, er komen wel financiële mogelijkheden op je pad. Die komen eraan, zeg maar. Maar het is al... hoe je nou bent. Dus er zijn misschien financiële meevallers. Oké. 5 van zwaarden. Dus het is mooi. Een legging van zwaarden en bekers. Hier. 5 van zwaarden. En de 5 van zwaarden. Moet ik eventjes kijken. Dit is een andere dan de gewone tarot. Hè? Dus dan moet ik even kijken. De 5 van zwaarden. Oké, dat is hou vast aan je mening. Wees bereid te strijden voor je idealen. Vredesverdrag. Oké, ja, nou, vredesverdrag ligt er sowieso, hè. Want het is, samen met anderen word je 1. En dat is eigenlijk wat de anderen voor je willen. Dat je eigenlijk connect met iedereen. Dan ga ik gelijk eens even van beter nog even doen. Ja, 7 van bekers is zeggen dat je helderziende waarnemingen kan hebben, maar dat er ook wel beproeving en verandering is. Het bouwen van luchtkastelen. En soms ook wel emotioneel aangedaan zijn, dagdromen of visioenen hebben. En ook wel dat er illusies kunnen zijn dat de schijn bedriegt. Maar dat je wel vol fantasie zit. Nou, daar gaat het naartoe. Dus misschien krijg je wel heldere waarnemingen ook. Dan gaan we even kijken. Oh nee, dit is dan de hoop en vrees voor jullie. De hoge priesteres. Dus die is en zeker van zichzelf. Maar die heeft ook de balans gevonden. En die is een beetje spiritueel. Hè? Dus dat, ja, de balans vinden en ook in de spiritualiteit. De gevoeligheid in je hart. En, oh, dan komt er een nieuw begin, zeg. De uitkomst is een nieuw begin. En dat is de Ace of Wands. En de Wands, de staven, ja, die gaan gewoon niet zo snel. Maar dit komt als een nieuw begin. En een nieuw begin is altijd heel mooi. Dus ik zal hem nog even erbij pakken. Staven 1. A's is het natuurlijk. Mogelijk een aankondiging van een geboorte of nieuwe kans of mogelijkheid om een onderneming te beginnen. Een vruchtbare periode. Enthousiasme en dadendrang. Plotseling verandering of iets nieuws. Dus, maar ja, dat het vredig is wel. De vlinder is erbij en het bloeit gewoon. Hè. Dus er liggen hele positieve kaartjes.
Maar blijf jezelf niet compleet vasthouden. Misschien kan ik je ook nog helpen. Hè? Want eigenlijk de basis in jezelf is gewoon goed. Maar als je maar in die stress blijft zitten, ja, dan ja, er ligt echt een voorspoedig iets. Dus ik hoop dat het allemaal uitkomt voor jullie, als het bij je resoneert. En anders kan je altijd bij me langskomen voor een persoonlijke reading of healing. Warm me goed van mij. Dag.